Zullen we het opnemen? Hey, dus... We waren al lang begonnen. We zijn al begonnen. Zijn we al begonnen? Ja. Voor onze juwelenaflevering. Het is niet een jewelry. Of... Kijk eens hier nog meer. Kijk, kijk, ik ben nu mijn sigarendoos een beetje aan het doorspitten. Wat kom jij tegen? Niks. Ik was in de spiegel aan het kijken. Oh, jij gaat iets met de spiegel doen vandaag. Ja, ik kijk graag in de spiegel of mijn make-upage nog een beetje goed zit. En wat vind je zelf nu? Ik vind het best wel mooi. Goed met bruin. Ja, heb je mooi gedaan. Heeft ze mooi gedaan, hè? Wil je ook even kijken? Oh, bij mij is wat rommelig. Hey, jammer. Weet je, het kan gewoon. Het geeft niet. Ik ga vandaag een spiegel maken. Wat heb je... Want dit is de grootste en meeslepende aflevering. Room decorations! Hoe kun jij je kamer, je room, nog mooier maken? Met zelfgemaakte decoraciones. Ik ga voor de mirror. Leuk, leuk, leuk. Gewoon een mirror alleen is een beetje saai. Dus ik ga daar echt iets spektakels van maken. Iets spektakels? Nou, dat ja. Beloof ik. En je hebt alleen maar rietjes en een schaar en de Bison Glugon nodig. Echt, en wat navullingen zie ik. Ja. En zo'n plakkertje voor als je hem op wil hangen. Ja. Easy. Nou, that's it. That's it. Ik ga een iets handzamer gevalletje maken vandaag, namelijk om een ring op te bergen. En wellicht kun je hier onderin nog wat armbandjes kwijt. Want dit is een handschoen, een latex handschoen, die versierd gaat worden. Om gewoon ook echt wel eventjes juwelen tentoon te stellen in plaats van ze in zo'n bak op te bergen. Ik heb dus nodig latex handschoenen, een schaar, wat lint en de Bison Double Fix binnen. Niet te versmaden. En voor de... ja. Voor de knutsel gewoon suiker. We gaan het echt niet opeten. Weet je, het is hartstikke slecht voor je. We gaan ermee knutselen. Dat gaan we ermee doen. Ik vind het zo chaotisch allemaal, lieve. Jij? Nee, je begint dus met allemaal soort rietjes. Die knip je wat kleiner af. Want die komen straks hier aan de achterkant opgeplakt. Eigenlijk zo, als een soort waaiertje. Heel veel naast elkaar in allerlei kleuren. We gaan eerst even samen het zakje vullen. Hoezo samen? Kan je dat, het is toch een ieder voor zich knutsel? Nou, ik hou wel van samenwerken, van teamwork. Omdat ik je ook gewoon... Je duwt me ook! Oh sorry, dat was helemaal de bedoeling. Ik ga wel een beetje naar achter staan. Als jij het middelpunt pakt en dit vasthoudt, dan giet ik het er even in. Want daar gaan we dus mee beginnen. En doe het een beetje precies, hè? En dan het liefst misschien niet boven de vloer, maar boven het aanrecht. Boven de wasbak, weet je, gewoon zulke dingen om knoeien te voorkomen. Weet je, dan ken je het wel. Hou jij het vast, zus? En dan gaat hij. Als je nou niemand hebt om je te helpen, hang dan even het handschoentje aan één kant met een wasknijpertje, bijvoorbeeld in een emmer, en giet hem vol. Heel even wachten en even voelen. Nou, laat mij maar. Even voelen of alles echt tot aan de nageltjes... Tot in de puntjes! Eerst alle trekkantjes eraf. Even meten. Misschien kan ik ze door de helft doen. Ja, dat is beter. Even kijken. Ja, perfect. Kijk eens, ik heb de handschoen een beetje dichtgedraaid. En dan met een lintje maak ik het vast. Goeie knoop erin. Om te voorkomen dat we suiker gaan lekken. Dat is de bedoeling. Knoopje erin. Zo, dit is wel even genoeg. Dan kan ik ze gaan vastlijmen. Ik knip heel even het kontje eraf. Zie je geen last meer van. Hopla. Ja, ik werk met een Bison Glugon. En die lijm wordt vloeibaar naarmate je het warm maakt. En als het dan weer opdroogt, eigenlijk afkoelt, dan zit het stevig vast. Maar omdat het zo warm is, kan je het wel best even met je ouders doen. Of met de oppas. Of met een andere volwassene. Ja, leuk toch? Kijk, ik ben de hand van wat leuke armbanden aan het voorzien. Geen echte armbanden, maar geknutselde armbanden. En dat doe ik met lintjes. Allerlei kleuren die je maar net die je leuk vindt. En die plak ik vast met de Bison Double Fix binnen. Dat is zo'n handige dubbelzijdige tape. Waardoor je aan beide kanten kan plakken. Enerzijds op de hand en anderzijds op het lintje. Leuk.
Gezellig. Het wordt een chique handzis. Zie je dat dan ook? Ja, ik vind het prachtig. Mooi, hè? Ik hou van goud. En dan hier nog een plakkertje aan de andere kant. Zo. Gaat het goed? Yes, yes. En afpiepen maar. Ik denk dat we klaar zijn, hè? Applaus! Kijk hoe mooi. Is mijn spiegeltje. Wat ben je nou een beetje aan het pulken? Ik haal even de lijmdraden eraf, want die kan je heel makkelijk aftrekken. Ik zie het, ja. Maar hij is mooi geworden, zeg. Dus misschien kan ik hem in de studio ophangen. Waar? Daar, in plaats van die vogel. In plaats van Harry komt er nu een spiegeltje. Kijk hoe gezellig, jongens! Woehoe, hij staat mooi, toch? Ja, maar jij dacht dat... Ja, het was een hele snelle knutsel. Dus ik heb de XL-variant voor jou gemaakt. Jongens en meisjes, is niet normaal. Kijk! Oeh! Voor in je huis. Wat mooi! Nou, of voor hier in de studio. Hier past die hartstikke goed. Ja, leuk, hè? Toffe! Tof, maar wat heb jij gemaakt? Ja, ik zeg alle ringen verzamelen. Alle ringen verzamelen! En we gaan eens even de boel hier versieren. Deze hier, van Marcia, hadden we ook nog de A van Anouk. Ja, de A. Ja, die mag er mooi overheen. Ja, en dan hadden we hier nog een flinkert, een mooie zilveren knoepert. En wat is dit dan? Dat is een mooi... Oh, kijk eens. Is dat alles? Nee. Ja, ik heb... Oh, maar ik heb hier nog wel het goud. Wat goud is de naamwinning. Oh, deze is nog mooi met op diamantjes. Kijk, en zo kun je toch rustig slapen voordat je naar bed gaat. Al je ringetjes gewoon veilig opbergt. Ja. Kijk eens aan, zeg. Wat een toffe. Echt mooi. Ik vind dit ook heel leuk. Ja, dit armbandje. Dit zelfgemaakte armbandje. Ja, en dan kan je er toch naar kijken. Dan staan ze niet weg te stoffen in je laadje. Ja, en je bent die dingen ook zo snel kwijt, hè? Weet je, oh, ring weg. Ja, in de bioscoop of weet je. Ja, of in je tas, weet je. Ja, zonde. Maar nu kun je er iets mee. Ja, ik vond het tof. Ja, ik ook. Toffe roomdecks. Hé, welke ga jij maken? Ga je de ringhouder maken? Ga je de spiegel maken? Misschien wel allebei. Laat het ons weten. Ga je voor... Oh ja. Dit is M. Of A. M of A. A. Spiegel. Ik wist het wel. Ik zou het wel weten. De A. Je mag hem wel even lenen. Ja? Ja. Nou, wat zijn we toch weer lief voor elkaar. Tot volgende week, lieve kijkers. Dag. Ciao.